Welkom bij de uitreiking van de Occasion van het jaar. Een belangrijk onderdeel van het programma. De afgelopen jaren was die uitreiking altijd in de zeer veilige en deskundige handen van Tony Vrijzen. En die deed dat uitstekend. Maar toch kwam er wat kritiek en dat was vooral op de organisatie gericht. Namelijk, jongens, in deze tijd, deze audiovisuele tijd waarin er zoveel mogelijk is, hoezo moet het altijd met één iemand op het podium en voorlezen van een briefje? Nou, we hebben veel kritiek gehad en we hebben besloten het anders te doen. En degene die het meeste kritiek had op hoe wij deze uitreiking deden, die haal ik er nu bij om samen met mij bekend te gaan maken wie de Occasion van het jaar is. Wiert, welkom bij deze noviteit. Bart, bedankt voor je fantastische introductie. Ja, graag gedaan. Wiert, ooit was je Mr. Autoveiling, laat ik dat nog maar even tegen u zeggen. Maar je hebt AVN vorig jaar verkocht aan VWE. Wat ben je nu aan het doen? Ja, nou ja, vandaag de dag hou ik me vooral bezig met de jury en de occasion van het jaar verkiezing natuurlijk, Bart. Want laten we dat niet onderschatten. Het begint wel een klein beetje te jeuken al wel om weer wat anders ook op te pakken. Maar voorlopig hou ik het graag bij leuke dingen doen. Heel goed. Wiert, je bent lid van de jury. We hebben een fantastische jury, kun je wel zeggen, met ongelooflijk veel ervaring. We hadden het er even over, misschien wel 150, 160 jaar opgeteld aan ervaring. Ongekend. Ja. We gaan de juryleden ook even voorstellen. Kijk, hier kun je de juryleden zien. Ja, het is een mooi kern. Maar Wiert, wie is nou de grote gangmaker in de jury? Ja, dat ben ik zelf, by far. Want ja, ik heb daar ook de meeste tijd voor. De anderen die zijn natuurlijk hartstikke druk. Nee, nou ja, kijk, Paul de Vries is elke maand wel een keer in Amerika of Spanje. Jeroen van den Broek die moet op de IVA de examens afnemen en lesgeven. En nou ja, de anderen die zijn met elkaar natuurlijk doende om honderden auto's per week te verkopen. En in een tijd waarin de elektrische auto bijna maandelijks door de importeurs in prijs verlaagd wordt, is dat denk ik voor hen ook best wel een uitdaging. Ja, en Wiert, we weten allemaal dat je dit ook goed kan, want we hebben in het verleden fantastische video's van je gezien, zoals waar iedereen nu even van mee kan genieten. Laten we snel doorgaan. De puntentelling is dit jaar ook wat anders. Hè? Hoe is de jury tot de uiteindelijk occasion van het jaar gekomen? We hebben eerst een top 50 gemaakt van de harde criteria. En vervolgens hebben we de juryleden de gelegenheid gegeven allemaal een eigen top 5 met een achterban in te vullen. Met de zachte criteria als maatbepalend. De vormgeving, de prijsbeleid en de kwaliteit van de organisatie in de auto. En top 5 die hebben we behandeld met de Formule 1 telling. En zo zijn we aan de 5 genomineerden gekomen. Oké, we gaan zo bekendmaken wie de 5 genomineerden zijn. De criteria zien we in beeld, maar wat is voor jou persoonlijk echt een belangrijk criterium? Nou ja, ik denk dat je als je een auto in het remarketingproces bekijkt, dan is het aan het begin belangrijk dat als de auto schade heeft, dat je makkelijk kunt repareren. We willen altijd graag redelijk makkelijk aan een auto kunnen winnen. En steeds belangrijker wordt, zeker met een jaar garantie, is dat als er wat is met de auto, ook als die jongens en weinig kilometers heeft gereden, dan is garantie en hoe een importeur omgaat met claims, ja, natuurlijk ook heel erg belangrijk. En dan is het nu tijd om bekend te maken wie de 5 finalisten zijn, of de 5 genomineerden. We gaan ze 1 voor 1 doornemen in willekeurige volgorde. En wie het zal gelijk vertellen waarom de jury vindt dat de auto's in de top 5 horen. De eerste genomineerde is de Nissan Qashqai. Wiert, waarom is de Nissan Qashqai genomineerd? Om hier niet in de fout te gaan, Bart, lees ik dit voor van de AutoCue. Prima. Vanuit het juryrapport. De Qashqai is een leuke, degelijke, betrouwbare SUV. Waar elke occasionhandelaar moeiteloos op blijft bieden. Toch haalt Nissan niet de spreekwoordelijke Toyota-kwaliteit, is de ervaring van de jury. De jury merkt ook op dat de kwaliteit afhankelijk is van de fabriek waar de auto wordt geproduceerd.
De tweede genomineerde is de Volvo XC40. Vorig jaar verkozen tot zakenauto van het jaar. Wiert, is die straks ook de occasion van het jaar? De Volvo XC40 is een mooie auto, maar blinkt niet echt ergens in uit. Dus past misschien wel goed bij ons Nederlanders. Zeker. En het is een auto die niet alleen goed verkoopt, maar ook mooie restwaardes realiseert. De jury merkt op dat Volvo Nederland een betrouwbare importeur is met een stabiel dealernetwerk. Met goede garantievoorwaarden en tevreden klanten. Het klinkt alsof dit ook geldt voor de volgende genomineerde, de Toyota Yaris. De Yaris is een echte allrounder die het publiek aanspreekt. En de Yaris domineert de occasionmarkt, schrijft de jury. Kopers waarderen onder andere de hogere instap en de auto voelt hierdoor groter aan dan hij is. Ook Toyota heeft met Lauwman een stabiele importeur met uitstekende garantievoorwaarden en een sterk dealernetwerk. Wat bevalt de jury wel en vooral ook niet aan de Tiguan? Vooral de hoge verkoopaantallen en de goede restwaarden zijn de reden waarom de Tiguan hoog in de top 5 is beland. De importeur en de garantievoorwaarden van Volkswagen gooien echter minder hoge ogen bij de jury. Aha, hier had je het al over. En tot slot, de vijfde en laatste genomineerde is de Renault Captur. De jury vindt de Captur een prima auto met een goede kwaliteit, leuke uitstraling en veel waar voor je geld. De jury ziet een stabiel prijsbeleid en een goed dealernetwerk. De garantie wordt als fatsoenlijk omschreven, alhoewel deze met 3 jaar beduidend achterblijft bij de Japanse en Koreaanse concurrentie. Een Duitse, Zweed, Fransman en 2 Japanners. Kunnen we zeggen dat de Europese merken domineren? Niet echt. Met 1 jaar garantie op een gebruikte auto is tegenwoordig coulance, hoe importeurs omgaan met claims. Wordt het steeds belangrijker en daar heeft de jury dit jaar wel heel duidelijke boodschap richting de Europese merken. Er is werk aan de winkel, importeurs, want de achterstand wordt wel groot. Ja, dan zijn we naar deze super dynamische en interactieve bekendmaking van de genomineerden uitgekomen bij het moment dat we gaan bekendmaken wie de winnaar is. Wiert. Ja, maar Rolf kan dat toch veel beter, Bart? Ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in. We hebben een professional, laten we hem dan ook maar gebruiken. Maar Wiert, dan heb ik wel iets nodig. Een gouden envelop? Ja, nou, dat kunnen we toch regelen? Want... Hey Wiert, ik heb een gouden envelop. Ja, dank. Nou, ik heb een pen. Als jij nou opschrijft wie er gewonnen heeft... Doe ik. ...en het in de envelop stopt, dan ga ik die envelop zo aan Rolf geven. Rolf, even voor de goede orde. Jij weet nog niet wie gewonnen heeft, hè? Nee, hè, dat weet je nog niet, hè? Heel goed. Dat is extra spontaan als je het dadelijk bekend maakt. Piet, ik zie dat jij het al opgeschreven hebt. Dankjewel. Ga ik de envelop aan Rolf geven. Bedank ik alvast iedereen voor het kijken naar dit toch wel bijzonder dynamische manier om bekend te maken wie occasion van het jaar is. Wiert, jij bedankt. Ja, graag gedaan. En doe jij Rolf de groeten van de jury? Ga ik doen. Succes. En